Ik ben Jamie Lee en ik heb een buikwandcorrectie gehad en een borstvergroting. Hey. Mij toch twee losse dingen. Mijn buik was tijdens de zwangerschappen. Ik heb twee zoontjes. Ik ben twee keer zwanger geweest. En vooral tijdens mijn eerste zwangerschap had ik ontzettend veel vruchtwater. De baby was normaal, maar ik had heel veel vruchtwater. En überhaupt elke vrouw reageert anders op zwangerschap. Ik had zo'n buik. Ik werd ook de hele tijd ervan verdacht dat ik een tweeling had. Je kan het vergelijken met een nieuw elastiekje, een haarelastiekje. Als je dat vaak gebruikt, als dat helemaal uitrekt, dan krijg je hem nooit meer helemaal terug als hoe die in het begin was. En dat is ook bij mij gebeurd, met mijn huid. Dus ik had huid over en ik wist één ding zeker, dat ik dat op een dag weg zou laten halen. Ik vond deze operatie voor mij persoonlijk, ik praat alleen voor mezelf uiteraard, ik vond het voor mij heel belangrijk omdat ik mezelf niet meer herkende in de spiegel. Na de zwangerschappen. Dus wat mijn buik betreft dacht ik echt, nou, hij is gewoon echt vernietigd, uitgelubberd, niet meer strak te krijgen. Want wat het is met huid overschot, dat zou je niet weg kunnen sporten of zo. Dus dat is wat het is, dat zal zo blijven. En wat betreft mijn borsten, vooral vroeger, ik weet nog in de kleedkamer van de gymzaal, met gym in de kleedkamer. En dan gingen alle meisjes zich omkleden. En iedereen had een mooi BH'tje en had al wat borsten. En ik echt niet. En met eigenlijk elk verkleed moment met andere vrouwen erbij, heb ik me altijd heel erg geschaamd voor mijn borsten. Toen ik eenmaal volwassen was geworden, schaamde ik me niet meer. Ik dacht, ja boeien, het is gewoon eenmaal zo. Maar ik vond het niet per se mooi of bij me passen. Terwijl ik wel fan ben van kleine tietjes. Ik vind dat soms wel juist super charmant. Maar dat vind ik dan heel mooi bij vrouwen die verder dan ook super petit zijn. Petit. En ik vind mezelf wel petit qua lengte. Maar niet qua... Hè, ik ben er wel gewoon. Dus het is niet zo dat ik kleine borsten lelijk vind. Ik vond ze gewoon niet bij mij passen of mooi bij mij. Ik denk wel, als ik niet de keuze had gemaakt om een buikwandcorrectie te ondergaan, dan zou ik ook denk ik nooit mijn borsten hebben vergroot. Want ik kon prima leven met kleine borsten. Tuurlijk kan je eigenlijk leven met uiterlijke onzekerheden of uiterlijke ontevredenheden. Maar toen ik eenmaal had gekozen voor een buikwandcorrectie, dacht ik, well, let's do those titties as well. Hoe ben ik uiteindelijk overstag gegaan? Dat was eigenlijk een toevalsdingetje. Want ik wilde dit wel, maar ik wilde er nooit werk van maken. En ik vond het ook spannend of zo. Maar ik wilde ooit wel een keertje een intake bij een plastisch chirurg. Om hem gewoon te laten kijken naar mijn buik. Maar ik ondernam niet echt stappen of zo. Maar ik had een bultje op mijn neus al een tijdje. We hebben het echt over jaren. En hij werd groter. En daar was ik al voor naar de huisarts geweest. En die zei, ik ga het weg laten snijden. En dat durfde ik niet. Dus ik heb nooit meer een vervolgafspraak ingepland of zo. Maar het bultje werd groter. Toen kreeg ik een nieuwe huisarts. En toen zei ik tegen die huisarts, nou, ik wil toch even naar het bultje laten kijken. Toen zei ze, ja snap ik. Ik durf dat niet weg te halen. Want het is in het gezicht. Het is in het gelaat. Dus ik verwijs je door naar een plastisch chirurg. En toen kwam ik terecht bij dokter Corion van Bergman. En een man met toen hij naar mij dat bultje keek. Hij zei, nou ik ga dat weg laten halen. Toen dacht ik, nou volgens mij hebben we wel tijd over. Nee hoor. Dus ik zei, dokter, mag u wat vragen? En toen heb ik hem gevraagd om naar mijn buik te laten kijken. En ik wilde weten wat hij ervan vond. En hoe dat nou precies heet als je dat zou weg willen laten halen. En of dat überhaupt zou kunnen. En toen heeft hij dat helemaal uitgelegd van grote buikwandcorrectie, kleine buikwandcorrectie.
En hij, op een of andere manier gaf hij me ook de bevestiging of zo dat ik er zelf niets aan kon doen. Hij zei, dit kunt u niet wegsporten, mevrouw Livo Shu. Dit is echt, u heeft een heel mooi lijf. En dit, ik snap dat u dit vervelend vindt. Het hangt, het hoort niet bij u. Zo bracht hij het ongeveer. Zo is niet precies hoe hij het zei. Ik weet het ook niet meer precies hoe hij dat zei. Maar hij zei, dat kan ik heel mooi voor u weghalen. Want uw bouw is verder heel mooi. Ik kan het, ja, dat is zo gedaan. En hij raadde mij wel aan om dan voor de grote buikwandcorrectie te gaan. Omdat de huid boven mijn navel ook verslapt was. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met zo'n gedrapeerd kussentje. Deze is niet helemaal gedrapeerd. Maar je weet toch, wanneer zit ook die streep zo... Dit was mijn navel dan. En dan hing het er zo overheen. En dan kon je het ook niet meer zien. Mijn navel was niet meer te zien. Dus hij zei, als ik dit helemaal recht trek. Dus hij snijdt dan onderin een stuk huid weg. Dan trekt hij het zo naar beneden en dan maakt hij denk ik een nieuw gaatje zodat je navel weer te zien is. En dan hecht hij dat weer vast. En dan zei hij, dan is je huid boven je navel ook weer normaal. Dus ik dacht, wow, dit kan, dit wil ik. Dus eenmaal toen hij dat zo had verteld en toen zag ik het al helemaal voor me. En toen kon ik het ook niet meer uit mijn hoofd krijgen. Maar ja, dan moet je gaan sparen. Want ik ging ook al nadenken over dat borstidee. En ja, €9.400 moest er gespaard worden. Hij heeft me alleen maar gesteund. En hij zei ook altijd erbij van, ik vind je mooi zoals je bent. Met borsten, zonder borsten, met extra huid, zonder extra huid. Ik vind je sowieso mooi. Dus het is echt helemaal aan jou. Sowieso aan mij. Maar ik vond het heel leuk en prettig en mooi dat hij dat zei. Maar dat liet hij ook altijd eigenlijk wel merken. Dat zag ik gewoon in zijn ogen. Van hij accepteert me hoe ik ben. Ik was ook niet... Want heel veel mensen omschrijven het als onzekerheden of je was onzeker. Dat was ik eigenlijk niet. Ik was niet onzeker over mijn lijf. Ik vond het gewoon heel mooi. Ik heb best wel veel zelfliefde. Voor mijn lijf en voor mijn innerlijk. Alles wel. Maar het is niet dat ik het mooi vond. Ik heb bijvoorbeeld ook superveel cellulitis op mijn kont. Dat vind ik niet per se mooi. Maar ik hou wel van mijn ass. Dit is een super stomme vergelijking. Maar ik ga hem toch maken. Bijvoorbeeld mensen die mascara opdoen. Je bent niet per se onzeker over je wimpers. Maar met een beetje mascara erbij. Staan ze nog mooier. Zo moet je het een beetje zien denk ik. Het is natuurlijk heel groot verschil met een potje mascara en de dokter die in je snijdt. Maar snap je een beetje mijn punt? Volgende vraag. Toen ik eenmaal besloten had om ervoor te gaan en het geld bij elkaar had en de vakanties had geregeld, et cetera, heb ik gebeld. En toen, toen ik een potentiële vakantiedatum had, heb ik gebeld. En ik dacht, oh, er zijn superveel wachttijden. Maar je kon mega snel terecht. Dus 7 mei hebben we vastgeprikt in de agenda. En dan krijg je een intake. Nog een intake, dan ga je ook de maat kiezen. Dat vond ik nog best wel moeilijk, want ik wist dat ik borsten wilde, maar niet super grote borsten. Ik wilde gewoon in ieder geval iets. Dus ik ben 2 keer langs geweest voor een borstintake. Krijg je dus een BH en je krijgt van die kipfiletjes, zeg maar. En dan ga je maten passen. En ik vond 2 maten wel mooi. 300 cc volgens mij. En 350 cc. En dan kon ik niet kiezen. Volgens mij heb ik uiteindelijk voor 300 gekozen. En toen ging ik twijfelen. En uiteindelijk, dus met de tweede keer dat ik langs ben gegaan, heb ik het veranderd in 350 cc. En dan maakt de dokter ook foto's van je. Hoe je er toen dus uitzag. En dan zegt hij ook erbij van, let op, dat hebben bijna elke vrouw heeft dit, maar let op, je borsten zijn een beetje ongelijk. Nu ga je heel erg letten op je borsten. Dus na afloop ga je kijken in de spiegel en zeg je, dat zijn ongelijk. En dan wil ik je even laten weten van, dat was al zo. Sowieso maken ze before foto's voor intern gebruik. En je hebt ook nog een afspraak bij de anesthesist. En dan gaat ze gaan eens kijken of je gezond bent en of je überhaupt wel onder narcose mag, welke narcose je nodig hebt. Of bepaalde ziektes of afwijkingen of allergieën zijn in de familie. Dus je krijgt een soort supercheck.
En dan, als je eenmaal zo ver bent, dan komt de operatiedatum en dan word je geopereerd. Ik heb het eigenlijk als heel positief ervaren. Het enige waar ik heel erg last van had, waren zenuwen. Vooral de dag ervoor. En ik ben ook zo mega dramatisch. Ik ben echt zo'n drama queen. Dus ik dacht echt, ah jeetje, straks word ik gewoon niet meer wakker uit die narcose. Of er is een of andere lijpe bloeding waardoor ik doodga. En dan ben ik gewoon doodgegaan omdat ik een betere versie, wat uiterlijk betreft, van mezelf wilde. Dat is ook kut. Laat je twee zoontjes achter, een partner, je ouders. Zo dramatisch was ik dan op 6 mei. En eenmaal 7 mei, ja, je moest meteen omkleden naar de kamer en er komt heel veel informatie op je af. Dus toen had ik geen tijd meer om zenuwachtig te zijn. En voor je het wist, lag je daar met je infuus. En ik weet nog dat ik onder narcose ging. En vlak voor de narcose zei de dokter: mevrouw Lifo Shu, wat is uw lievelingsliedje? Of welk liedje wilt u horen als u in slaap valt? Nou, toen heb ik keihard Prince aangevraagd met Purple Rain. Dus ik ben heerlijk ingeslapen met Purple Rain. Heerlijk. Toen ik eenmaal wakker werd, dacht ik echt: wow, wat raar dit. Ik heb tieten. Nou, je wordt dus wakker met een. Ze hebben je dan wel al een BH gegeven en een band. En ook een band om je baag. Een mand. Nou, weer. Een band om je maag. En zo word je dus eigenlijk wakker van: wow, ik zit fucking ingesnoerd. En ik kan niet bewegen. En ik had echt heel veel pijn. Ja. En dat was dan niet pijn van: oeh, ik snij je open en ik heb een wond. Nee, dat was spierpijn. Want de dokter had nog gezegd: als ik eenmaal aan het opereren ben en ik zie dat jouw spieren door de zwangerschap ook uit. Want als je zwanger wordt, gaan je spieren opzij. En als je dan weer bent bevallen, gaan ze langzaam weer terug. En bij heel veel vrouwen gaan je spieren niet helemaal meer terug. Dus dan heb je nog een soort gat. Noemen ze volgens mij diastase. Nou, hij zei: als ik zie dat je buikspieren nog een beetje uit elkaar zijn, dan trek ik die ook strak. Dus dan, als het ware als een veter, trekt hij ze weer, komen ze weer bij elkaar zoals het hoort. Nou, die heb ik gevoeld. Het is echt niet normaal hoeveel spierpijn je hebt. In je buik dus en in je borsten. Want bij mij is dat doen ze volgens mij tegenwoordig alleen nog maar. Dus ze plaatsen de implantaten achter de borstspier. Nou, dus die borstspier die is ook uitgerekt als een malle. Dus je spieren zijn eigenlijk als het ware keihard gehit door een tram en dat voel je. En je krijgt niet zo heel veel, daar mogen ze ook nog wel wat aan doen. Je krijgt niet zo superveel noem je dat? Pijnstilling. Volgens mij krijg je 2 keer nog wel lekker wat heftigs. En dan moet je de volgende ga je naar huis en dan moet je het doen met paracetamol. Nou, dat is echt, dat vind ik toch wel echt te weinig. Je wil gewoon even een goede pijnstiller. Je wil morfine, man. Echt. Alles doet pijn. Oh, ik heb zo'n pijn, jongens. Het is echt niet niks. Lachen en hoesten zijn de hel. Voor de rest kan ik het prima aan. Dag 5, geloof ik. Vanuit bed. Alleen is ze niet en ik moet opstaan. Dit kan nog leuk worden. Auw. Auw, 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 auw. Oh. Ja, ik ben eruit. Niet rechtop. Dus dit vrouwtje van 80 gaat even plassen. Week, hè? 5 dagen of zo, en dan merk je dat het steeds beter gaat. Dus dan zijn die 5 dagen achteraf super kort. Dan heb je 5 dagen pijn. Prima. Prima. Wanneer was ik weer de oude? Ik denk na 2 weken begon ik wel weer mezelf te worden. 4 weken was ik wel weer de oude. Na 6 al helemaal. Alleen, je moet
je voelt je wel de oude, maar je mag nog niet als de oude doen. Want je mag volgens mij 6 weken niet die spieren gebruiken. En je hebt ook nog die band om. Je moet niet te veel doen. Je mag gewoon niet bewegen. Ja, en toen eenmaal die band afging, toen ging ook. Ja, toen voelde ik me echt heel nice. Ja, dit was nog. Het was gewoon allemaal nog een beetje gevoelig. Maar dus weet je wel, niet te strakke broeken dragen, niet te veel tillen. Maar ik voelde me al best wel snel weer de oude. Kon ik nog voor de kinderen zorgen? Nou, die eerste 4 weken dus bijna niet. Ik was er wel mentaal voor ze, maar ik was er niet fysiek voor ze. Ik kon ze niet optillen of met ze stoeien of spelen. En ik heb het uitgelegd aan de kinderen wat er aan de hand was. En het belangrijkste vond ik om ze mee te geven: mama is niet ziek, maar mama is wel geopereerd. Dus ik zei tegen Lenny, de oudste, van toen mama zwanger was, had mama heel veel huid. En dat vindt mama niet zo mooi. Mama wil dat niet, is ook niet prettig. Dus daarom ben ik geopereerd. En mama is een beetje ijdel. Mama wilde wat grotere borsten. Dus dat kan de dokter doen. Maar ik wil wel dat je weet dat dat niet iets heel gebruikelijks is. Dat is wel zo bijzonder dat dat kan. Het is niet normaal of zo. Nou ja, nowadays begint steeds normaler te worden. Maar wat is normaal? Dus ik heb hem wel duidelijk gemaakt dat je niet even zo, net als hoe je een brood gaat, net als hoe je eieren koopt bij de Albert Heijn, even snel boodschapje doen, dat dit wel een ander ding is. En dus wat ik al zei, ik vond het belangrijk dat zij wisten dat ik in ieder geval niet ziek was. Ik had pijn. Pijn die ik mezelf in principe heb aangedaan. En wij zijn hier thuis altijd best wel open. En we douchen. Kijk, we poepen nog net niet met de deur open, maar we douchen wel met de deur open. Dus de eerste keer dat. Ik weet niet of het nou Lenny of Kai was, maar die zagen dus mijn nieuwe borsten. Volgens mij zeiden ze zoiets van: wow, mama, je hebt ineens grotere bobby's. Ik heb mijn nieuwe lichaam. Mijn borsten heb ik in de. Heb ik al gezien, mijn borsten had ik al gezien nog bij Bergman. Doen ze 1 keer je BH'tje uit en dan laten ze het met een spiegel zien. Nou, alles was opgezwollen en bont en blauw. Ik dacht, Jezus, wow, wat een ballen en wat een grote tepels. Overal was nog stift en ze doen ook altijd zo'n rood spul erop, toch? Om het te ontsmetten volgens mij. Dus het zag er allemaal niet uit. En dan zeiden zij, mooi hè, mooi, wauw, ben je blij? Ik dacht, weet ik niet. Ik wist het nu nog. Ik kan het zo niet zien. Ik zei, ja, ik denk het. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Jullie zijn het gewend als het nog zo opgezwollen is. Nee, het ziet er echt goed uit, zeiden ze. Toen zei ik, nou, als jullie het zeggen. En thuis, een buik had ik nog niet gezien. Want daar was ik heel bang voor hoe dat eruit zou zien. Want ik wist dat je echt van heup tot heup wordt opengesneden. Ik vond de keizersnede ook altijd best wel freaky om te zien. Dus daar wilde ik nog niks van weten. Dus die heb ik voor het eerst gezien toen Alain mij ging helpen met volgens mij liggen of even de band opnieuw omdoen of zoiets. En toen zei Alain, wil je het zien? Toen zei ik, ja, maak maar een foto. Maak in ieder geval een foto. Dus hij maakte een foto. En ik zie die foto. Ik denk, wow. Hans Klok heeft mij doormidden gezaagd en daarna heeft dokter Corion me weer gehecht. Gewoon echt alsof je lijf even van elkaar af is geweest. Je torso en je onderstelsel. Nee, ik vond het echt creepy om te zien. Plus die hechtingen om je navel, die waren zwart. Dus dat zag er ook zo creepy horrorfilm material-ish uit. Nee, toen dacht ik echt, oh, ik heb medelijden met mezelf, wat heb ik mezelf aangedaan? En ik was gewoon vooral nieuwsgierig naar hoe zal het eruit zien over een tijdje als de hechtingen weg zijn, als het niet meer opgezwollen is en bla, dat. Maar ik schrok wel even.